Oké, we hebben hier ineens een grote muis met een lekker stuk kaas. Daar zit iets anders in dan kaas. We hebben ineens, als je zo blijft staan, een heel schattig muisje. Kijk eens naar voren, naar onder. Kijk eens hoe leuk. Ja, waar zal dit nou voor zijn? Oké, dit ziet er heel raar uit. Leuk dat jullie komen kijken naar een nieuwe vlog van de Piepsters familievloggers. Hey. De rijdsters, hè? Ik ben Melissa. Ik ben Muis. Hallo, Muis. En Dennis zit boven, die is nog even bezig met monteren, maar die komt later in deze vlog ook nog wel, want het is een beetje een feestvlog, zoals jullie al zien. Nou ja, je ziet het niet per se aan een muis, maar het is hier carnaval. Dus ja, daar moeten we natuurlijk wel iets van meedoen. En dat is vandaag en morgen. Oh, misschien ga je wel winnen, want waar ga jij meedoen? Aan de grote kinderen op de. Ja, hè? In onze categorie van 6 tot... Ja, 7 en meer kinderen. Ja, 7 en meer kinderen. Wij hebben 7 kinderen. Ja, 7. Misschien zelfs 8, maar inderdaad ongeveer 7 of 8 kinderen. En er zijn maar 2 wagens met onze wij. Dus 1 andere. Dus we hopen we. Misschien dat er nog het laatste minuut nog wat zijn bijgekomen. Maar er zijn niet zo heel veel inschrijvingen voor de grote groepen. Want Nova gaat inderdaad meelopen met de kinderoptocht hier in Etten-Leur. Van Etten naar Leur in dit geval vandaag. Dus we gaan zometeen naar vriendjes toe. Die gaan dan brengen naar Etten in dit geval. Daar start de optocht. En dan komen ze ongeveer zo'n kleine 2 uur later bij Leur aan. Daar staan wij op ze te wachten. En daar zal ik wat shotjes maken ook van de optocht. Misschien wat andere leuke karren. En dan krijgen ze daarna om rond 3 uur hier onze tijd, krijgen we ongeveer de prijsuitreiking. Ja, dat zou natuurlijk leuk zijn als er een prijsje in zit. Maar ja, het is ook leuk om mee te doen. Het is voor het eerst. Eerst hebben we niet gewonnen. Nee, op school heeft ze ook meegelopen, daar niet gewonnen. Maar ook hele leuke inzendingen. En ja, daar kunnen natuurlijk ook kinderen uit zijn gekomen die toch bedachten, ik ga ook meedoen met de optocht. Dus ja, de kans is dat ze toch nog ook meelopen. Het zou ook wel leuk zijn, toch een beetje concurrentie. Nee. Of wel grappig. Oh nee, we moeten wel winnen. Maar jullie zien straks wat leuke shotjes van alle dieren, want het thema is eigenlijk Freek Vonk in de jungle. En muizen, nou, het was een soort iconmuis hadden we bedacht, die leven in de jungle. Orenmuis. Ja, precies, grote orenmuis. Nou, daarom. Dus allemaal dieren zijn de vriendjes en vriendinnetjes en die hebben Freek. Het motto van ons in Etten-Leur, of eigenlijk, ik denk eigenlijk alleen in Leur, is, we laten ons niet uit de tent lokken. We laten ons niet uit de tent lokken. Ja, en dan dus niet op zijn Fries, maar op zijn Brabants. Dus het is iets met laten, hè. Ik kan geen Brabants, ik ben ook geen Brabander. Import Brabo. Inderdaad, en we laten ons niet uit de tent lokken. Dus op hun kar hebben ze ook een soort tent gebouwd. Hè. Daar zitten de dieren in, die laten zich eruit lokken. Nou, ik denk dat het gewoon tijd is om naar de vriendjes toe te gaan. En dan zien jullie zometeen wat shots van de leuke kar allemaal. Alaaf! Ja jongens, ik ben er ook weer bij. En we zijn nu onderweg naar de plek waar Nova dadelijk voorbij gaat komen met haar wagen en de rest van haar collega's, van haar klasgenoten. Ik ben heel benieuwd wat we dus allemaal te zien gaan krijgen. Jullie gaan we een paar beelden zien. Dus tot zo. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Ja, het thema is dit jaar, we laten ons niet uit de tent lokken. Dus vandaar tot we diverse tentjes zien. Kijk daar, we laten ons niet uit de lokken.
ineens. Zomaar vanuit ja, en herrie en doen en alles. Toen was het even hectiek. En jullie zien Nova al zitten. Wow, dat was de medaille van de kinderoptocht. Want jullie hebben het denk ik wel begrepen, hoop ik. Want het was zo'n herrie en zo'n chaos ineens, dat we zo blij waren. Want... Eerste. Wow, ja, en eerste plaats van de kinderoptocht wil ook iets zeggen. Zometeen komt mijn vriendje. Uh-huh. En dan gaan we samen naar... een café. Een café. En dan gaan we pannenkoeken eten met de... met de politie, de boer, de nar en de prins. Precies, oftewel met eigenlijk iedereen zo van de, ja, hoe noem je dat? Dus, van de grote. Ja, precies, niet de kinderraad en zo, die zitten er niet bij. Maar in ieder geval naar het café hier bijna om de hoek in de straat, dus dat is ideaal. Ja, een pannenkoekenontbijt, dat krijgen alle eerste prijswinnaars, die mogen dat gaan en doen. Jij dus. Nou, inderdaad. Dus ook de anderen van een groepje, die zijn er ook bij. Dus ook de kleine groepen, de individuele. Jebonne. Precies. Nou, allemaal gewoon heel gezellig, denk ik. Tenminste, het klinkt gezellig. Dus wij lopen zometeen die kant op. Maar het was gisteren zo gek. En dat, ja, toen zijn we gestopt. We waren ook op. We waren moe. Het was allemaal warm. Dus vandaar dat het na alle chaos, ja, en blijdschap natuurlijk, zijn we nu weer hier in de ochtend. Hebben we dus vandaag eerst het ontbijt. Dan gaan we gewoon terug naar huis. Hebben we even chill. En dan hopen we dat we vanmiddag, als het droog is, want ja, in de regen is het ook niet zo heel leuk, maar gaan we wel even kijken, de grote optocht. Ja. Want die is er ook nog vandaag in Etten-Leur. Kunnen we daar ook wat beelden van laten zien. Dus we zijn weer helemaal klaar. Nou, hebben we, Nova is er helemaal klaar voor als muisje weer. Ze wilde weer lekker als muisje. En Dex is weer als, ja, Freek. En inderdaad, Freek Vonk hebben we. Misschien de meiden die erbij zitten ook weer gewoon in hun dieren. Wanties. We gaan het zometeen allemaal zien. Ik laat jullie zo wat sfeerbeelden daar van de pannenkoeken zien. Zijn ze lekker? Ja. Ja? Wat ga je erop doen? Goeie suiker en zet. Allebei, stroop en suiker. Oh, lekker. Dankjewel voor jullie komst. En hopelijk volgend jaar lekker weer. Ja, en toen waren we weer onderweg richting het centrum. Althans, het centrum van Leur. Ja. Want de optocht is dus al onderweg. Gaan we daar nog een paar gave beelden voor jullie schieten. Dus geniet ervan, met de muziekje erbij. Lekker! Alaaf! Ja, nou hoor ik jullie trouwens denken. Zo, kan jij mensen horen denken? Ja, ik hoor jullie gewoon denken. Zo. Echt hè? Waarom nou weer? Oké, maar waarom zijn wij niet verkleed? Nou, je had een heel goed idee, zei je. Ja, ik ben altijd verkleed als mezelf. We zijn verkleed als onszelf. Ja, ja, ja. Doordat wij dus niet verkleed zijn, ja, vallen wij op tussen de rest. Ja, dat, nou, is een mooi excuus toch? Ja, nee, maar we zijn eigenlijk helemaal geen carnavalvierers. Ik vind optochten heel leuk en mooi en ook gezellig met die kids gisteren en zo. Ja, leuk. Maar die drukte, nee, cafés, het hoeft van mij gewoon niet zo meer. Dat soort dingetjes. Nee, helemaal niet zo. Nee. Ja, en ik ben hier ook niet opgegroeid. Het is niet per se gelijk een excuus. Er zijn genoeg mensen die ook niet ermee op zijn gegroeid. Ik wou zeggen, er komt heel veel Randstad juist naar, zeker, Brabant toe, zeker, nu, hè? Maar ik heb het ook nooit zo meegekregen en dat scheelt toch wel. Ik kom natuurlijk niet vanuit Brabant en Zuiden. Dus ja, misschien dat dat ook meespeelt. Ja. Maar voor de rest vind ik het heel gezellig. Ja. Maar niet per se verkleed. Nee, dat hoeft ook niet. Nee. Ja, we zijn verkleed als onszelf. Ja, toch? Dat is, ja, wel een goed idee. Zo, ja, gek genoeg, toch? We zijn sowieso zo gek als een deur. Dus oké, maar we zijn dus nu bijna erbij. Yeah, bijna bij de optocht. Dus ja, veel kijk. We zijn er bijna.
Alsof het zo had moeten zijn, jongens. Ja. De optocht is voorbij. Het gaat regenen en we hebben een regenboog. Zien jullie hem? Yeah. Zien jullie hem? Kijk, daar is de regenboog. En ik heb 22 euro. Wat heb je? 22 euro. Kijk eens hier, rijke stinkers. Jeetje. Nou, we gaan weer lekker naar huis wandelen. Wauw. Kijk eens, jongens, hoe gaaf dit eruit ziet. Wauw. Zo. Man, dat is echt een mooie. Oh, toen waren we weer thuis. En kijk nou hier. Ziet dat beestje toch liggen hier? Kijk nou. Oh, cute. Ja. Hé, hey, jongen. Lekker te chillen. Ja. Ik heb een piep in mijn oor. Schat? Ja. Je verliest wat? Ja. Ja. Ik voel het echt gewoon letterlijk in mijn onderbroek gewoon dwarrelen. Het zit zoveel confetti overal. Oeh, dat ga ik zo wel even bekijken dan of dat zo is. Ja, dat is goed. Kijk, dit is dus confetti die we hadden meegenomen. Maar dit is letterlijk alleen wat er uit mijn kleding kwam. Dus even mijn shirt uit, alles uit. Nou, dat is best wat, toch? Dus ik heb mooi... Ja, sorry, ook uit mijn onderbroek, dat klopt. Het zat echt gewoon letterlijk overal. Dus nou, dat hebben we weer een heel mat vol. Dus ik ga maar even stofzuigen, denk ik. Een schiet. Ah! Dus, lekker bezig? Ja, ja, maar ik heb die beelden niet nodig die ik nu aan het filmen ben. Ja, dat kan dus niet. Ik ben aan het filmen. Oh. Ja, jammer joh. En nu? Ja, klaar. Oh. Hey, doei. Oké, doei. Ja, nou dan pak ik gewoon die camera af, hè? Nee, doet hij gewoon. Ja, en ik ga er ook vandoor. Nee, we gaan hem dus nu snel afsluiten, want deze beelden die heb ik nodig om deze carnavalsvlog af te maken. Leuk. Daarna moet ik nog een vlog editen, want we gaan op vakantie. Yeah. Ja. Ja, dat is altijd even een beetje vooruit plannen dan, hè? Dan moeten we even wat vlogs vooruit plannen. Dus dat is even druk. Maar we hebben het er graag weer voor over. Ja, leuke dingen. Dus ik hoop dat jullie deze vlog ook weer leuk vinden. We hebben genoten van de carnaval. Nova eerste prijs. Hoe dan? Ja, leuk, man. Echt heel leuk. Prijs. Pannenkoekontbijt met de prins. Pannenkoekontbijt met de prins. Helemaal vol na dit weekend met indrukken en helemaal kapot. Ja, heb je al gestofzuigd beneden? Nee, moet ik zo nog even doen. Oh, oké. Okay. Ik zie dat ik hier ook al een dingetje heb laten vallen. Potverdorie! Ik kan ineens op mijn haar. Ja, ik kan zeggen, hij is er nog onder. Goed, dat is dus het nadeel van carnaval. Je neemt al die rotzooi mee naar huis. Maakt niet uit. Komt wel goed. Nee. Wij gaan deze vlog afsluiten. Jullie bedanken voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dat zeker niet te doen. Onder de video kan je klikken op die abonneerknop. Ik voel hier ook iets kriebelen. Ja, ik zie hier ook iets zitten. Kijk. Ah, ik heb ook nog steeds confetti in mijn haar. Hier zit een hele grote. Kijk. Oh nee! Ja. Oké. Okay. Zit er nog meer. Aan de zijkant van die knop vind je een belletje. Als je daarop klikt, krijg je automatisch bericht zodra we weer een nieuwe video hebben geüpload. Het is ook mogelijk om ons te supporten. Dat kan op meerdere manieren. We hebben een Etsy webshop waar wij gepersonaliseerde naamsleutelhangers maken. Ik moet gewoon wat rustiger praten. Ja, dat is het. Ja. Dat zei Nova net ook al. Niet zo snel. In de volgende vlog gaat hij sneller, jongens. Ja, dat ging goed ook nog. Dat ging goed, ja. Toen versprak ik me niet. Nee, precies. Nee. En we maken dus gepersonaliseerde sleutelhangers. Ja, ja en dan kan je natuurlijk bestellen. En dan ga je gewoon naar www.reizigers.nl/Etsy. Nou, dat is echt superleuk. Je kan natuurlijk ook de gemerchandised kleding aan. Ja, ik heb niks ik aan. Ik wou zeggen, je hebt niks aan. Het is gewoon zwart, het is gewoon hoor. Zwart, maar dat kan wel. Dan heb je gewoon met Reizigers logo of alleen de Reizigers naam. Of nou, je kan het zo gek niet bedenken. Het kan allemaal op reizigers.nl/shop. Je kan ook nog weer meedoen weer. Ja, kijk, ik ben er weer. Je kan ook lid worden op ons kanaal. Precies. Kijk, hieronder zie je al de namen die op dit moment superfans zijn van ons. We hebben verschillende pakketten waar je uit kan kiezen. Je krijgt exclusiviteit voor terug en kan je opzeggen wanneer je wil. Maar wil je ons supporten, zijn dat de drie manieren. Leuk. Ja. Natuurlijk ook nog even het carnavalsduimpje. Nou ja, dus eigenlijk om meer informatie. Denk me nu ineens. Voor meer informatie voor dat lidmaatschap gebeuren. Oh, klik even op die lid worden knop. Precies. En dan leg ik in de video aan jullie uit wat het dan precies inhoudt. Handig. Laat natuurlijk die carnavalsduim omhoog achter onder de video. En dan kunnen wij niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. En dat is een Q&A vlog. Oh, ja, die waren wat vragen. Ja, dan gaan we bekendmaken waar we naartoe vakantie. Yeah. Doei. Ja, en toen... Zo, ik ben even buiten adem. Oké, even opnieuw. Wauw, jongens. Kijk eens hoe goed je hem ziet nu, de regenboog. Wat gaaf. Kom, we gaan de pot met goud zoeken, hè? Ja? Kom, go! Go!